We gaan nu echt afscheid nemen. Groep 8 staat hier al helemaal klaar, kijk. Expeditie Biesje, door echt een top tent. Dit is leuk. Oh, wat even. Niet filmen dit. Hey, leuk dat je weer kijkt naar mijn nieuwe vlog. En ik heb super goed nieuws binnengekregen net. Ik ben namelijk genomineerd voor de Tina Awards. In twee categorieën zelfs ook nog. Beste TikTok-baas en grootste YouTube-ster. Dus je kunt nu stemmen op tina.nl, www.tina.nl of naar tina.nl/awards. En dan kun je dus op mijn stemmen. Doe dat alsjeblieft, want hoe vet zou het zijn als ik in één van die twee categorieën ga winnen. Of misschien wel allebei, dat zou helemaal fantastisch zijn. Tina.nl, thanks. Goedemorgen, maandagochtend. Ik ben weer op school. En een leuke start van de week, want ik word geïnterviewd door Radio 1. En kijk, hier staat alles al klaar. Ik kon niet naar de studio komen, omdat ik gewoon les moet geven natuurlijk. Dus ik heb hier een ruimte gekregen. Is iemand gewoon op locatie gekomen. Nou, ik ben benieuwd hoe het gaat. Goedemorgen. Met TikTok ben ik nu een jaar, iets langer dan een jaar bezig. Ja, en ik krijg heel vaak van ouders, maar ook van kinderen terug dat ze mijn uitlegvideo's gebruiken om dan iets beter te begrijpen. En dat vind ik wel heel erg tof. Niks te danken. Doei doei. Na maandenlang oefenen is het dan zover. De afscheidsmusical. Vanmiddag gaan we de musical doen voor alle kinderen van de school. En vanavond voor alle ouders. Kijk. Het decor. En hier. Ik kom straks helemaal vol te zitten met kinderen. Hoi! Groep 7 is alvast mee. Hallo! En dan gaan we eens even kijken achter de schermen zo. Ik ben de beste leerling. Goed, dan gaan we nu hier achter de schermen. Hier lopen de kinderen straks achterlangs, kijk. En hier, achter het gordijn, is een trap naar beneden. Daar hoop ik niet dat ze straks overheen vallen. En hier zijn we backstage. Backstage. Jongens, jullie hebben die deur kunnen. Hier kunnen de kinderen straks omkleden. En achter die deur, daar is de kleedkamer. Maar er zijn de jongens nu aan het omkleden, dus dat blijft even privé. Ik moet ook. Oké, we kunnen nu toch even de kleedkamer in. Iedereen is omgekleed. Kijk eens wat een ruimte. Hier kunnen alle kinderen omkleden. Roberto Prima staat er al bij de klaar voor. Ja. Zijn jullie er klaar voor allemaal? Ja, zeker. Wie is er een beetje zenuwachtig? Ik heb gezonde spanning. Gezonde spanning. Ik heb gezonde. Jullie jongens? Beetje. Oké, zet hem op straks, hè? Dankjewel. Nou, iedereen wordt klaargemaakt voor de musical. Ik ben klaar. Kijk. Jury wordt even mooi gemaakt. Nou, dat gaat helemaal goed komen. En jullie jongens? Laat het zien, Teun. Ja, mooi, hè? Oh, kijk, die gaat shinen straks op het podium. Dat is ook al. Ja. Doe je ook heel zin. Goed zo. Nou, nog even alles voorbereiden en dan gaan we zo starten. Nou, ondertussen worden alle kinderen dus klaargemaakt. Mooie make-up, mooie haren. En hier, kijk, gaat het straks plaatsvinden. Iedereen netjes op 1,5 meter afstand. Het is nu nog rustig. Maar straks begint het. De kinderen zijn best wel zenuwachtig. En ik toch ook wel een beetje, want ja, je werkt hier maanden naartoe. En dan wil je natuurlijk wel dat het goed komt. Maar ja, ik heb er ook wel weer alle vertrouwen in. Oh, en die ziet Biesje in onze standtent. Aan de bak. En die ziet Biesje door echt een toptent. Als een meeuw boven de zee. En je roept, ik voel me weer oké. Oh, hey, oh, hey, oh. Nou, het is 1 uur 's nachts.
Ik kom naar thuis, net even een eindje gefietst van school hier naartoe. De musical is zo goed gegaan. Ik ben echt trots op mijn leerlingen. Ik had eerlijk gezegd 2 weken geleden niet verwacht dat het zo goed zou gaan. Maar het is gewoon perfect gegaan vanavond. Daarna hebben we nog een leuke afscheidsavond gehad met alle juffen en meesters, de leerlingen en de ouders. En nu ben ik dus pas thuis. Dus ik ga snel slapen, want morgen weer vroeg naar school. Want ik ga mijn nieuwe klas leren kennen. Ik ben benieuwd naar mijn nieuwe leerlingen. Het is vandaag donderdag. Morgen is de allerlaatste schooldag. Dan ga ik afscheid nemen van mijn groep. Maar nu is nog een leuke dag. En we beginnen met de Olympische Spelen. 2 kinderen hebben een werkstuk gemaakt over de Olympische Spelen. En die hebben nu ook echt de Olympische Spelen georganiseerd voor de klas. Kijk maar. Daar wordt gesprint. Hartstikke leuk gedaan van die leerlingen. Straks gaan we terug naar school. We gaan de hele dag spelletjes doen. We gaan nog film kijken. We gaan natuurlijk nog een paar TikToks opnemen. Want ja, dat moet, hè, de laatste dag. En dan morgen de allerlaatste schooldag. I have been in a shipwreck. I am on a lifeboat alone. Oké, we zijn hier allemaal film aan het kijken. Life of Pi. With a dying. Dat is spannend, hè? Hoe is dat ding niet nat? Ja. Peace and help. Ja, alles was nat. Dat ding in één keer mee. Nou, ik was vanochtend al vroeg op school om alles klaar te zetten voor het KNVB voetbalfestival. Dat hebben wij vandaag. Het is laatste schooldag. En moet je kijken hoe leuk het eruit ziet. Hier 4-4. Smart goals daarachter. Stadionspel. Hier nog een keer stadionspel. Daar zijn 2 pannakooien. Daarachter 2-2. En op het veld daarachter de school is ook nog van alles te doen. Dus wij gaan een leuke laatste schooldag hebben zo. Nou, we gaan nu echt afscheid nemen. Groep 8 staat hier al helemaal klaar, kijk. Ja. Ze gaan straks door een erehaag over het schoolplein. Daarachter helemaal. Kijk, dus alle andere klassen staan daar al te wachten. En daar boven op die berg, daar komen ze straks stil te staan. En dan gaat iedereen voor ze klappen en dan glijden ze daarachter de school uit. En daar staan alle ouders op de kinderen te wachten. En dan is het afscheid definitief. Maar ze zijn nu al een beetje zenuwachtig. Nee. Maar dat komt helemaal goed. Kijk, maar ik moet huikelen. Nee, ja. Ah, daar is hij. Rick van de Geijbaan. Even een momentje op de Geijbaan, heel goed. Nou jongens, we hebben net allemaal groep 8, hoe noem je dat eigenlijk? Uitgekleden, uitgezwaaid. Wij gaan zo afscheid nemen, dat doe ik niet met de camera erbij. Maar even 1 keer zwaaien allemaal, doei! Nou, het afscheid hebben we gehad. Altijd emotioneel om afscheid te nemen van een klas waar je gewoon een paar jaar lang mee bezig bent. In ieder geval het afgelopen jaar. De klas. Kijk, nog even zwaaien naar... De klas is helemaal leeg, kijk. Nog even het opvegen. En ik heb toch nog een leuk shirt gekregen. Kijk hem aan. Meester Jesper, mijn logo, TikTok. Lief toch? En hier ook nog allerlei cadeautjes van de kinderen. Biertjes, lieve kaartjes met mooie teksten. Altijd zo leuk dit. Nou, de klas opruimen en dan gaan wij aan de borrel. En lekker barbecuen. Vakantie. Zo, eerste dag van vakantie. En gelukkig meteen mooi weer. Ik ben nog niet helemaal uitgeslapen. Gisteren hadden we borrel op school. Best laat geworden. Maar goed, dat komt wel weer goed vandaag. We gaan de caravan ophalen. Hé, Nim? Nimmie? Heb je zin in? Ik wil het net vastleggen. Dit is leuk. Oh, maar. Die filmen dit. Ja. Nee, mag niet. Dit is mooi materiaal. Oh. Ja, hé. Nou, we hebben de caravan weer gehaald. Het is altijd lachen voor Eva en voor de kinderen als die honden komen. En voor mij minder leuk, want ik ben echt bang voor honden. Helemaal voor die grote rottweilers. En daar stond hij net weer ineens. Zweet op mijn rug, maar goed. Ik heb het weer overleefd. Ik heb nog steeds de challenge lopen bij 10.000 abonnees.
mogen Nim en Meis, mijn dochters, de hele dag bepalen wat we gaan doen. Wij moeten op alles ja zeggen. Ik zit nu al op 4000 abonnees, nog 6000 te gaan. Dus druk even op die abonneerknop.